In Nederland liggen er meer dan 3,4 miljoen panelen op de daken. Maar hoe weet je nou of je een goede installateur voor je hebt? De familie Meijering neemt ons mee op hun weg naar zonnestroom. Wij wonen sinds 1988 in Helmond, hier op deze plek. We wonen hier samen met Anita, mijn vrouw, en onze zoon Ruud. We hebben gekozen voor zonnecollectoren omdat we op die manier het rendement van ons geld willen verhogen. Dan kijk je allereerst op internet. Uiteindelijk kom je dan bij een DSA uit. Een zeer complete site. En dat geeft een totaalplaatje waarvan je denkt, ja, dat ziet er goed uit. Die weten waar ze het over hebben, ja. Ik ben bij Gerard en Anita op bezoek geweest en daar heb ik uitgelegd welke panelen dat wij verkopen. En specifiek uitgelegd waar de verschillen zitten in de goedkopere panelen en in de kwaliteitspanelen. Want er zitten heel veel verschillen in prijsoffertes. En je gaat toch voor 25 jaar beleggen in feite. En ja, dan zou ik wel voor kwaliteit kiezen. Nou zie je ook dat ze dus die planken aan het schroeven zijn. Ja. Nou gaan ze de houten planken van de underlaymentplaten die gaan ze bevestigen aan de tengels. Dus we gaan niet aan de panlatten bevestigen, maar echt aan het huis. Dus vandaar op de underlaymentplaten wordt de roestvrijstalen haak geschroefd, waar daar straks het frame op gemaakt wordt. Terwijl er bij Gerard en Anita hard gewerkt wordt, gaan wij even praten met Vrouwtje van den Akker. Om te horen waarom het zo belangrijk is om kritisch te zijn. Zo, zoals jullie zien, woon ik hier helemaal op de open vlakte. En hier komt de wind pal aan op deze panelen. En dat heeft dus met de slechte bevestiging veel problemen gegeven. Wat er misging was het feit dat al bij 3,5 bovar gingen de panelen resoneren. Ik heb Patrick uiteindelijk gevraagd om eens te kijken naar het systeem. Wat vind je hier nu van? Wat is hier mis? Wat denk je wat de oorzaak van is? En toen kwam dus aan het licht dat er veel te weinig haken op zaten. Dat had ik dus aanvankelijk niet in de gaten dat dat zo was. En doordat ik bij Patrick terecht kwam, kwam ik dus ook binnen in zijn bedrijf en heb dus gezien hoe dat allemaal bevestigd werd. En toen zag ik het verschil. Dus op een gegeven moment heeft het bedrijf alle panelen gehaald. En nou binnen een week zaten de nieuwe panelen er weer op. We gaan weer even kijken bij Gerard en Anita. De mannen zijn nog wel even bezig bij Gerard en Anita. Kijk volgende week weer om te zien hoe het verder gaat.